Hoi, welkom bij dit e-dagboekje. Welkom bij deze video. Het is dus een e-dagboekje in quarantaine / isolatie. Want ik heb gistermiddag een positieve zelftest gehad. Het zat er een beetje aan te komen en toch schrok ik ervan. Pascal heeft afgelopen zondag een positieve zelftest gehad. En toen zijn we allebei op maandag kunnen testen bij de GGD. En toen was ik negatief en Pascal positief. Dinsdag was mijn zelftest negatief en gisteren dus positief. Ik heb hem puur gedaan omdat ze vanuit mijn werk zeiden, je mag donderdag alleen komen op het moment dat je een negatieve zelftest hebt op woensdag. En ik deed hem en ik zag een heel vinterdun lijntje. Ik dacht, ja, ik denk het wel. En Pascal zei, ja nee, ik zie helemaal niks. Ik zeg, dude, als dit een zwangerschapstest was geweest, had ik gezegd, ik ben zwanger. Wat ik overigens niet ben. Dus de manier die zo. Dat zou pas een shocker zijn. Dus toen heb ik er nog een zelftest gedaan. En dan echt in plaats van 5 draaien in 1 neusgat, heb ik 10 draaien in allebei de neusgaten gedaan. En toen was ik dus echt mega positief. Ik heb een afspraak kunnen maken voor vanochtend. Dus terwijl ik daar naartoe reed, heb ik mijn ijskoffie op, zoals jullie hebben kunnen zien. Kinderen mochten wel gewoon naar school. Dus was kinderen naar school brengen. En dan onder gelijk door naar de teststraat. Vanaf gisteravond voelde ik me dus ook echt niet lekker. Ik voel me zo moe en zo gaar. Mijn hersenen doen het weer goed. Ik ben natuurlijk anderhalve week, nu alweer 2 weken geleden. Het is nu alweer 2 weken geleden. Ja? Nee, zoveel dagen. Dat ik op de laatste afdaling vanuit mijn snowboardvakantie geschept werd en op mijn hoofd ben gevallen. En ik ging even oud. En sindsdien merkte ik dat mijn hersenen langzamer wilden als mijn mond. Dus mijn mond wilde sneller praten als dat mijn hersenen de woorden konden vormen. En dat heb ik dus nooit. Ik krijg ook zoveel reacties van jullie van, jeetje, wat praat jij snel. I'm sorry, ik probeer erop te letten. Maar ik merk dat dat nog wel goed gaat. Voor de rest ben ik gewoon gesloopt. Ik moest Brooke de gymtas halen van boven. We hebben natuurlijk 2 verdiepingen en iedere verdieping heeft 2 trappen. Ik zag bovenaan sterretjes. Ik dacht, dat is niet goed, dat is echt niet goed. Ik heb heel slecht geslapen vannacht. Mijn neus zit vol, mijn keel doet zeer, mijn oor doet zeer. Dus ik ga nu voor mijn tussendoortje, wat ik eigenlijk nooit neem, ga ik lekker kippenbouillon nemen. In de hoop dat het dan beter gaat. Ik ga vandaag een tranquille dagje doen. Ik moest eigenlijk gisteravond sporten, maar ik voelde me dus niet lekker. Dus ik probeer te kijken of dat vanmiddag of zo kan. Kinderen vinden het altijd leuk om mee te sporten, dus misschien lukt het wel. Niet heel rustig aandoen en anders is het jammer de bammer. En dat is het. Het is nu 10:30. Dus ik heb alleen nog maar mijn eiwit shake op. Met ijskoffie proteïnepoeder en collageen. En dan een cupje Nespresso met wat water. En dan nu een opkikkertje kip. So far mijn e-dagboek. Ik ben blij dat ik mijn smaak nog niet verloren heb. Dus dat moet helemaal goed komen. Ja, ik ben dus al begonnen. Maar ik had dus een Hollandse garnalensalade van de Albert Heijn. Met van die garnaaltjes, sausje. Ik weet niet wat dit is, maar dat vind ik niet zo heel erg lekker. Dus ik vis even de dingen die ik wel lekker vind. Want het is toch veel te veel. Het is een ui, maar... Kijk, je nog kan zien. Het is maar 270 calorieën voor de hele... Nee, 270 gram. Hoeveel calorieën is het? Super weinig, hoor. En hier zo, 270. Nice. Maar dat is veel te veel. Dus ik eet deze een beetje zo half-half. Nice. Lekker groeien. Is ook fijn. Ondertussen is het 3:15. Het wordt even een seconde roder. It looks ridiculous. Kindjes erop gehaald van school. We zitten nu lekker voor de zoveelste keer deze week Encanto te kijken. Dus ik dacht, tijd voor een snackje voor mezelf. Ze hebben allebei een zakje chips op van zo'n leeschipje. En ik eet zelf komkommertjes. Wel, deze komkommertjes heb ik wat van die Aromat gedaan. Deze. Die vind ik lekker. En ik ga er even een eiwit hebben. Ik heb hem er even bij gepakt. De Blueberry Yogurt Flavor. Dit is een van de favorieten die ik heb. Ik mag natuurlijk niet echt chocola. Maar deze en de Salt Caramel zijn echt wel mijn favoriet. Een hele goede macro. Hier zo. Het zijn er 183 per reep, waarvan er 22,7 eiwitten zijn. Dit is natuurlijk echt alleen maar heel klein beetje koolhydraten. Zo dus komt helemaal goed. Oh jongens, hoe ben ik moe. Ik zal überhaupt een linkje naar beneden welke ik altijd ook gebruik. Want mijn ijskoffie komt hier ook vandaan enzovoorts. En ik weet dat ze toevallig deze week een
zeg het, een korting deal hebben met die eiwitrepen. Dus ik zal het even onderin linken. Mocht je erin geïnteresseerd zijn. Gewoon mijn collageen gedaan en mijn ijskoffie proteïnepoeder. Dus dit gaat mijn snackje voor vanmiddag zijn. Na de snack kon ik mezelf toch nog genoeg motiveren om in ieder geval een klein beetje te sporten. Ik zal de oefeningen in het scherm zetten. Ik heb van iedere oefening 2, misschien 3 setjes gedaan. Vrij licht gewicht. Ik ga mezelf ook echt nog even de tijd geven om een beetje verder te herstellen. Maar beweging is dan ook wel goed. Uiteindelijk 226 calorieën verbrand. Dus ik mocht ook echt wel weer wat eten. Ik had ook weer honger. Ik heb shawarma gegeten op een bordje van sla met komkommer en een beetje knoflooksaus. Scheelt weer calorieën dat ik niet het pita broodje op heb. En dit vult toch ook echt wel veel meer. Dus ik had ruimte voor een lange vinger in mijn koffie. En als afsluiting van de dag had ik een schaaltje dubbelvla. Dat eet ik dan op 1 uur of 9. Want dan krijg ik nog zoete trek. En dat vult dan behoorlijk. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat was voor deze video, dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!